de revue passeren. Dat maar nu, hè. Ja. Er heeft blijkbaar iemand anders al dit spel gevonden. Ah ja, want je hebt ook de hand van iemand gehad, hè. Ja, het zou erg zijn als ik dat nieuwe heb gekocht. Voor 60 euro ben ik in India. Ik zei dat we... Is het niet gesponsord door Game Mania? Dan zou het wel fijn zijn. Oh, de Game Mania gelijk zo... In de jaren 80. Ik zat er als cartridges. New City, best zeker? Ah ja, waarschijnlijk. Jawel. Loading. Very slowly. But loading. Wel een beetje een dode map, hè. Mm-hmm. Ja, maar ja, het gaat lang duren, hè. Ik vind dat je minstens er toch 600 moet hebben gezien voor lang thuis. Ik wil ook een nummer geven voor beneden, hè. Oké, je favoriete 1 cijfer letter? 2. 1 cijfer letter. 2? Uwe? 8. 2, 8. Oké, dat is vers, hè. Maar je gaat ook die pijpjes beneden gaan? Kinder? Ja. Dat is te veel. Ja, niet te laat. Hij heeft het op een keer geduwd. Nee, nee. Iedere keer als je van next gaat, gaat hij weg. 2, echt. Ik vind het echt een moeilijke map. 3 vulkanen. Of alleen maar kleine eilanden. Het is ook 8, 2, 7. Of 7, 2, 8. Of 7, 8, 2. Ja, zo is het in volgorde. Ah, zo van. Zo van. Een beetje rivier. Een wereldhaven bouwen. QWERTY. QWERTY! Ja, ik ben een fan van QWERTY. Cosinos. Cosinoville. Cosinoville. Is te lang. Ja. Cosi... Nee, Cosinoville gaan. Gewoon die Cosino. Gewoon Cosino. Cosino. Cosinos? Wacht, San Fran Cosino. Los Casino. San Fran Luther. San Fran Luther. San Fran Luther. Kijk, kijken. San Cosi. San Cosi? San Cosi. Oh crap. San Cosi. San Cosi. San... Pon. Damn it! Ik kon niet San Pon. Nee, ik ging voor San Porno. Ah, pak daar gewoon porno, hè. Ik wil die porno. Pochta. In porno. In porno. In porno. Is dat goed? In porno we trust. In porno we trust. In porno. Ja, we zijn geen moeilijke mensen. Hè. We zijn makkelijke mensen. Ja, zie dan maar, hè. Ja, zie. Een easy 20.000 bucks, yes, please. 20 duurt voor een stad te starten? Ja, maar ja, dat is in het jaar 1900. Je 2000 kon je in New York kopen. Nee, dat is niet voor wat? Voor 80 of zo? Ja, dat is echt voor niet geld. Dus ik beweeg het muis met de pijltoetjes. De cursor. Oh ja, een D-pad. Ik moet terug mijn joke van gisteren. Nee. Maar ik ken die joke van gisteren. Wat is de joke van gisteren? Een beetje plastic. Hoe bedoel je van gisteren? Dat was van 15 episodes ago. Oké, ik zie daar twee lijntjes naar boven kruipen. Een rode en een gele. Wil jij stoppen met altijd de vierde muur kapot te maken? Stop breaking the fourth wall! Good job. Your fine city is growing nicely. I don't see any problems at the moment, so let me get my niet gedaan. Merci voor de hulp. Is er iemand die weet hoe dat het werkt? Ja. Ja? Ja. Oké, eerst dan wel. Wie heeft SimCity gespeeld? Mhm. Ik heb SimCity 4 gespeeld. Dan weet iedereen ongeveer hoe het werkt, hè? Ik heb ooit een SimCity gezien. Hebben ze niet in zo'n jongens? Die ruikt een beetje naar zweet.
Ja, oké, okay, dus daar heb ik geen idee van wat het is. Oké, okay, dus we kunnen areas bulldozen. Alle bomen weg. Straat. Mass transit. Trains all the way. Ja, we gaan bij de train city. Power lines, oké. Okay. Train simulator, bitch, man. Je denkt wat je wil. Residential. Train simulator, bitch, train simulator. Is dat een R die daar staat? Ik denk dat wel, dus we hebben meer residential nodig. Dat rood balkje is residential. Ah, RC. Hier, dat is een mooi ding, want het begint in een residential, commercial, industrial. Ah, zo'n I. Sim village. Dat zouden we moeten hebben. Waarom kan ik niet naar links? Dat is een dorpje. Nee, je moet de groene toets induwen. En dan kun je opzij. Dat gaat sneller. Eén porno. Dat je zo'n, maar een klein dorpje hebt, of wat? Ik begin altijd echt zeer klein. Ah, ik ook. Totdat ik stabiel ben. En dan meestal vanaf dat je echt groot wordt, je wordt het moeilijk. Want dan... Ik zou... Ik heb eigenlijk zien dat... Bij het meer, bij Pogno Lake. En daar... Voilà. Molaken, ja. En het is best dat je bijvoorbeeld de commercial dingen er direct aanmaakt, want dan moet maar één powerline trekken. Want anders ga je... Nou, nu moet je al twee gaan trekken, snap je? Niet dat erg is, hè? Ik weet die niet. Nee, dat is niet de bedoeling. Wat is dat? Ik ben benieuwd dat dit werkt. Pak me een bulldozer, kom. Ja, dat moet het zijn. Dat moet het nodig. Oh. Er is nog niks dat power supplied en de weg gaat nergens naartoe. Nee. Je moet. Doe de powerline boven de dingen weg. Die ook, ja. Ja, dat is alles weg, oké. Okay. Zwart, ik ga hier weg. Dus de oude andere powerline, maar die moet niet per se weg. Dat is een stukje. Ik ging dan hier commercials hebben aan de andere kant, zodat okay. Mensen dan de overkant kunnen voor het winkel. Bedankt. Commercial. En dan pak je bijvoorbeeld kool. De kleur gaat het wel kosten. Is er nog geen wind? Nee. Kool, is dat een bepaalde tijd? Dat zit dan ergens waar je wilt. Maar zit dat ergens weg, hè? Is dat hier ook al dat je pollutants hebt en zo? Ik weet het niet. In SimCity 4 hadden dat, weet, ja. Dat weet ik. En dan kon dat zien. Moet ik dan nu leggen? Ja, nu moeten we een draad hebben. Ah, powerline naar zowel de R. Ik weet niet of je een draad kunt splitsen. Ja, naar R nu, ja. En daar gaat je stroom zijn en dan moet je verder trekken. Maar dan weet ik dus niet wat dat gaat. Ik ook niet. Maar ik zou die weg doen eigenlijk als ik u was. En gewoon verder gaan van je hoofd dingen. Maar dan moet ook wel anders kunnen, toch nooit in de buitenkant van de stad hebben of. Vrees ik mij nu. Ja, want dat geeft door. Maar die R geeft door aan de andere R. Dus ja, als je nu dingen eraan zet, nou, dat is ook misschien niet het beste. Maar ik wil maar zeggen, nu kunnen die weg naar links en er is meer naartoe gaan. Ik denk het wel. Of niet? We kunnen de weg eronder leiden. Dat is de vraag. Ja, kijk, dat gaat. Ja, doe nu eens... Ja, inderdaad. Dus toch nu is dat gepland, want anders ga je niet zien of je stroom hebt of niet. Ah, ja. Nu heb je de pauze gezet. Dus nu pak je gewoon dat Vincent aan het stappen is. Ja. Zie je zich? Je ziet zo niet van die elektrische dingen die flikkeren. Dus normaal gezien is dat in orde. Je moet ook die zaasters aan of afzetten, hè. Dat kun je zelf kiezen. Hè. Dus dat kunnen we testen. Hè. Zie je nu even wachten. Er heeft geen dingen. Huh. Ja, maar R heeft wel, want het duurt even, hè. Maar C heeft niks. Dus nu zou ik, als ik u was, oh. Maar C heeft ook. Ja. Ah, er is er eentje tussen, zie je? Ja. Ik heb er eentje gelegd. Ik heb er eentje gelegd, dat werkt. Ah, oké. Dat werkt het wel zoals ik. En dan moet de Industrial, want Industrial heeft ook heel veel. Dan moet je geen wat weg naar daar boven trekken. Wat is een inducer? Industrieel. Industrial. Industrial. Maar de Industrial die gaan we in de buurt van. Ah, pollution, very high. Waar? Wat stond erbij? Wat dan? Je kunt niet trekken, spijtig genoeg, hè? Ah, wacht even, even zwijgen. I'm not even sorry. Ja, zie? De aanleiding is ook gewoon.
Ah, ze hebben automatisch dingen zien. Ze doen automatisch. We moeten daar hier dus geen water mee doen, dat is wel goed, hè? Nee, dat gaat niet zo. Je moet langs de buitenkant trekken. Wacht, ik denk eerlijk gezegd. Denk ik mijn geld 100% terug of niet? Nee, je krijgt nooit. Kost geld, hè? De dollar. Residential areas. Oh nee, je weg is helemaal de klote. Ja, je weg is helemaal. Wat is dat? Een laag vliegen. Allemaal vogels. Low flying vogels! Vogels? Vogels! Je hoekskleed daar. Ja, nu kun je wel van die ene fabriek, want daar zie je dat hij een trick heeft. Die links van onder. Een hoekel is nog niet hoekel. Ah, dat is goed, snap je. Ik zou nog meer residential dan zitten. Fire department. Oei, je staat precies verkeerd. We zijn mij gedacht. In de draaien? Ja, het hangt even nog lekker. Die geen poer. Nee, die geen poer. Als een power, hè? Ja. Geen poer! Voilà. Pollution very high, is dat nu echt in het algemeen? Waar? Meer bossen dan, hè? Ja, al die balkjes zijn nog redelijk hoog, want als je te veel ruimte hebt, zijn die balkjes in negatief, hè? Heb je dat al eens gezien? Als je te veel grond hebt dat leeg staat, dan gaat dat negatief en dan kunnen we dat wegdoen. Dus je moet zien dat, dat er geen balkjes aan de onderkant en geen balkjes aan de bovenkant. Is het nu donker aan het worden of is de pollution alles aan het opnemen? Dat is precies dat je gras ineens niet meer groen is. Ja. En je boom is ook minder groen. Ik denk dat de pollution te hoog is. En er is geen elektriek niet meer. Nee, maar daar ben ik aan het werken. Dat gaat goedkope grond zijn, hè? Oh shit, jongen, ik wist niet dat de pollution zo veel is. Ja, je hebt van alles veel nodig. Ik zelfs, gewoon maar veel straten. What the fuck? Dat is een geweldig kruispunt. Maar dat is echt het beste kruispunt ever. Er gaat niemand ooit verongelukken. Nee, kijk, het is toch duidelijk. Je kunt hier afslaan. En dan ga je naar hier. We moeten zo eerst zo, dan zo helemaal terugdraaien. Ja, dat is... What the fuck? Dat stuk is nog niet goed. Waarom niet? Dat is zo'n lusje toch? Er zijn 2000 mensen en niemand heeft stroom. Of zo niemand heeft stroom? Ah, daar heeft niemand stroom, dat is waar. Dat zou voldoende zijn. Hoe gaan we dat kunnen wegwerken? Want je vindt geen groene stroom, denk je. Of je moet nucleair gaan. Ik denk dat zij wel willen dat ik dit doe. Ah, nu heeft industrial zin dus negatief. Zie? Ja. Dus doe je stop eens. Want je moet dat laten stabiliseren eerst. Want anders gaat het niet. Dan zit daar commercieel of zo. Ah ja. Kunnen die wegstellen? Nee. Ah, dus je kunt wel gewoon paperwork verklaard, hè? Dat is het gedaan. Ja. Wat heb je gedaan? Mijn huis daar gezet. Uw huis? Ja. Maar, alleen. Ja, we moeten nog industriële week doen, denk ik. Want dat blijft heel. En je moet een trick. Gaan we met powerlines beginnen? Nee, dat trick is niet verbonden. Hoe is dat nu? Of is dat nu echt gewoon Fallout? Het zal herfst geweest zijn daarnet. Dat zou dus kunnen. Het zou echt nu meer in die bevriezen. Het kan zijn dat het zou het dus er is te veel. Er is te veel industrie ofzo. Ja, zie je industrie. Zie je naar uw industrie. Zie je naar uw i?
Wie is hoog? Voilà, wie staat nu negatief? Dus dat betekent dat je te veel aanbod hebt voor de vraag dat er is. Maar we moeten dat een beetje laten stabiliseren, want anders gaat de CB terug sky high. En je moet nog heel veel residentieel en... bijvoorbeeld, residentieel is nog veel plaats, want er is niet... Er zijn mensen weg aan het gaan uit dit dorp. Dus dat was ook naar 1660 en ze zijn weer omhoog. Oh, hoeveel tax? 21% hè? Oeh, dat gaat niet. Dan zou ik niet in de nummer 10 hè. Is transport funding. Oh, maar je zit nog positief hè, of niet? Ja hè? Ook zo'n of. Current funds, 11.209. Taxes. Misschien dat je nu gaat krijgen. Nee, ik krijg 80 taxes. $80 in taxes en ik moet 232 betalen. Ah, oké. Gewoon hier een beetje verliezen. Ja, dat is wat ik van de maand ben gekregen, want daar kan iets aan veranderen. Ja, 8% is goed. Dus die industrieel moet eigenlijk... Ik heb nog niets meer van industrie. Ja, maar laat me even doen. Want... En het is gespasseerd. Zet daar nog een grid onder? Onder die lijn? Maar waarom gaat er daar niemand wonen? Een school kunnen we niet bouwen? We kunnen ze niks bouwen. Een haven? En wat is er naast die haven? Dat is de police department? Of wat was ja. Dat is de police department, de fire department en het stadion. Is dat dan de moeite om al te zitten? Waar je met 2000 man zit? Ja. Go sports team. Waarom moet je eigenlijk veel inval en uitvalswegen hebben? Dat zet hem gelijk bij je hens. Wat? Echt zo. Ja, oké, dat gaat veel meer doen. Dat moet echt goed zijn. Met... Oké, dat moet je inderdaad niet doen als hij moet erin. Zo'n avond is zo'n beertje. Wereldavond. Mip. Kun je de weg verbinden met boven? Want soms doet dat enorm veel, hè? Ik bedoel dat de weg verbinden met boven. Bijvoorbeeld bij CCTV kun je zo de weg verbinden met de bovenkant. Uh-huh. En dan wordt dat een doorlopende ding. En dan kun je mensen op bezoek komen en echt gelijk hoeveel auto's er ineens zijn. Maar je zal ontstijgen, 2380 man al. Ah, ik weet wat hij bedoelt. Ja, ik zou die onderkant ook volbouwen. Voilà. Met de RNI, RNC. Het is lente. Het is altijd lente. In de ogen. Dat kruis betrekt op niks, hè. Zie. Nee. Het trekt echt op niks. Stop, ik dat is swastika. Je kunt ook zo geen... Oh, shit. Laat ik mijn kruis met de rest. Je kunt ook niet... Je kunt ook niet een autosnelling of een tweevax, of een viervaksbaan of zo. Is het CT4 kun je dat wel? Oh, wat doet jij? Ease, man, joh, hey. Wat hè? Ja, is het CT4 kun je dat wel, hè? Ze hebben mij gezegd dat voor pollution moet je het verspreiden. Dus het is verspreid tussen mensen residential en commercial. Waarom moet je geen paella? Waarom heb ik geen paella? Wat doe ik? Oh, gewoon dat dan nu. Nu is residentieel allemaal vol, dus ik zou nog residentieel. Nee. Te veel commercial? Maar ik commercial. Waarom wordt dat niet gebruikt? Eerst moeten er mensen komen en dan gaat het commercieel pas. Oké, maar er is hier nog residential. Ja, want heel uw bovenste rij is vol met residential. Dat zit vol, hè, zie je? Ja, dan wel. Maar daar is nog geen plek. Daar zijn er nog twee waar niks op staat. En die van helemaal in het begin, die twee C's daar, naast het stadion. Heeft er nog iemand gebruikt? Zie, dat wordt direct gebruikt. Zie, die er staan al twee huisjes op. 3180 man. Je gaat hier moeten investeren, hè? Want er gaat eerst veel volk in de stad moeten wonen, dan pas gaan de winkels gaan komen. Je powerline doortrekken. Ja. En misschien ook nu te veel uitgeven, aangezien dat je al maar aan een derde van je fonds zit. Algemeen fonds. Kijk nu een bescheiden huisje dat ik heb. Ben of. Ja, wel. Weet je, Bram, je bent nu mei. Laat het nu even stabiliseren. Dan valt het je nog altijd veel van de industrie, precies. Hè?
Dat vind ik niet, hè? Moet kijken. Ik heb, wacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaatsjes voor industrie. Ja. Alhoewel, ik denk dat. Nee, ja, dat is 6 plaatsjes voor industrie. Oh. Nu is het wel naar boven aan het gaan, hè? De population. Ja, met dat maar. Oh, 5000. Hey, dat gaan we zo naar boven zijn. Yep, en de commerciële plaats, dat is ook al gebouwd. Tuurlijk, zo'n mooie stad. Heb plaats nog? 5-9. Maar de commerciële is naar beneden aan het gaan, zie je? Ja. Commercieel, de residentieel is naar beneden aan het gaan, maar ik moet nog wel industrie wegdoen. The children of the city need some fur before the table. Ah, je gaat dat met de prijsspels op de SimCity 4 en je past een hogeschool, kun je dat zo vast bouwen? Ah, dat vraagt even, juist. Heel beauty. Present? Ja, dat is het ook recht van de stad. Ah. Ja, je moet industrieel weg doen, Bram, want dat blijft. Zie, commercieel is het gewoon aan het zakken. Ik zal dat laten. Ik zal dat gewoon laten. Dat kom wel. Ja, dat staat misschien daarna. Ja, het is toch niet dat ergens dat plaatsen neemt, hè? Nee, 7000. Die is in no time van 2000 naar 7000. Nog eens een vast spel, denk ik eigenlijk. Ja? Het gaat vlot, het is niet te moeilijk. Voor 100 dollar zet een huis, ja. Alleen één huis. Doe toch maar een residentieel. Want dan gaat u. Want industrie is dan iets naar boven aan het gaan. Mijn residentieel is naar niemand gaan, er is geen volk meer komen. Ja, maar blijft positief, hè? Dus. Maar nou, nee, kijk, het is aan het zakken. Alles is nu gezakt. Industrie is ook aan het stijgen. Commercieel is aan het. Niemand wil meer in mijn stad. Voilà. Oh. Ze noemen dat loop. Wat heb je gedaan? Tegen de kast. Je hebt dat niet gesaved, mijn vrezen. Dan gaan we verder met de andere city. Pakken we de saved. Ah, hij heeft al de andere saved weggedaan. Oh, dat is moeilijk, hè. Dan moeten we San Francisco opbouwen naar de earthquake. Poging 2. Technical difficulties. Dat is toch een monster? Oh, monster. Dat is toch geweldig. Tokyo Monster had. Dat kan niet anders dan dingen zijn, hè? Gojira. Gojira. Zet dat maar eens wat verder. Dat ja, dat staat buiten voetbereik, dus. Ja, we waren zo goed bezig. We waren echt goed bezig. Zo goed bezig, moet je niet veel doen. Excuseer, maar is het met mijn pouwer? Wees je op pauze? Ik sta nu op pauze. Ah. Nee, want er rijdt alles. Daar is je power allemaal, daarboven. Ja, maar ja, dat is aan. Dus we hebben loads of water. Industrieel moet erbij zitten. In Tokyo. Shit, dat is gigantisch. Holy. Zo'n mooi blokjes gedaan. Nu is de vraag, als dit nog perfect in orde is, monster? Ja, monster is geweest al, hè. Monster is al geweest. Monster is al geweest. Maar hij is al powerleidingen hebben gebroken, hè. Dat lopen er nog. Ja. Nee, ik heb power dus niet terug. Voilà, alles is in orde. Kijk, klik eens op mijn gezichtje boven in de groene balk. Ah. Ja, perfect, is dood. Stond er niet 64? Want je bent nu maar 61. Volgens mij gaat het moeten zien dat je tot 64 speelt. Dat je klaar bent voor de monsterattack. Er heeft nu 111.000 man. Maar hoe kunnen we daar klaar voor zijn? Spoel eens door. En daarop haaien. Want ik wil zien wat de monsterattack eruit ziet. Of is dat gewoon zo'n tekst? De monsterattacks. Pollution very high. This is Japan. We don't know it. Pollution, smolution. Weet je dat? Doe normal mode. Pollution. Ja, dus je moet eigenlijk de stad klaarmaken. Denk ik. We moet je een stad klaarmaken voor. Ja, je hebt geen superkanonnen zetten.
Sinds je 120.000 hebt, dat is echt. De stad doneert jullie 3 Nagasaki-bomen of zo. Nagasaki, de stad. Weet je wat deze stad nodig heeft? Jeuk. Een stadion. Nee, ze hebben er al 2 hier. Maar is er al een haven eigenlijk? Een luchthaven? Ja, dat ging ik zijn. Is er al een luchthaven? Nee. En je ziet? Nu al. Eén waar je met de trein naartoe moet. En nu kan die trein niet meer door. Over die asfalt. Het zal wel door de asfalt zijn. Ja, dat gaan duurtjes gegrond zijn. Hè? Is... Naast de luchthaven. Nee, naar boven. Daar. Hier. Op de eiland. Terug naar de links. Daar. Dat gaat een heel duurtjes zijn. Maar zelfs staat hier. Dat gaat een heel stuurduksje zijn. Stuurduksje? Stuurduksje. Een heel stuurduksje. En dan haven dan? Ja, hier. Ah, daar. Ah, ja. Ik denk dat dat mijn huis is. Waarom? Ik weet niet, ja. Dat kan. Ik had mijn eigen huis op het eiland gezet, hè. Ja, ik had mijn weer op het eiland gezet. Ik niet. Waarom in het eiland? Dat het de voordeel is, gaat stil zijn. Ja, je moet overal een kwartier naartoe rijden voordat je hier ergens bent. Dan kun je niet zeggen, we zijn gewoon naar Naldi. Als je 3 of 4 uitvalswegen hebt, we kunnen overal naartoe. Oei. More police. Dat is goed, hè. Een beetje... Bang, bang. Oké. Zeg maar, we zijn high speed aan het spelen en het is rond januari. Ja, ja. Dat is geniaal. We gaan 3 met elkaar klitsen. Ik moet dat verspreiden, hè, Brim? Brim? Oh, vliegtuig, zie. Ah! Oh, dat is Godzilla. Bowser attack. King of the Koopas, Bowser. Hey, Bowser? While looking for Mario and Luigi, Bowser is destroying everything inside. Contain the fires. Set and repair the damage. Die gaat volgens mij echt. For a second stroll through downtown. Oh. Oh, is er? Ja. Oh, hij gaat alles destroyen. De Zootroja. Oh, die weg is kapot. Fuck off. Dit is niet het moment! Dat is niet zo van die problemen. Oh, dat is erg, hè? Oh. Hij gaat niets meer aan, hè? Oh, zie hoe erg. Hij gaat echt niets meer. Jawel, die industrie daar. Nee, hij heeft de powerline mee. Oh, dat is wel erg. Ah, ah, met fire. Voilà. Ja, heel de stad er kruisen, hè? Ik weet niet wat we daar is zetten. Dat was de slechtste plek voor in te zetten. Oh, die hoeveel schade. Ah, de hell you contain the fires. Fuck you! Als je daarvoor natuurlijk weet, kun je er alles al wegdoen. En erop tegen gewoon. Oh, er is die stad. De duurste grond. Hij is weg. Ah, die is zo. Oh. Rechter politie department. Dat zou ik ook doen. Gaan flikken. Nee, ik blijf flikken. Dat zou nog eens iets zijn, hè? Dat je zo'n soort SimCity echt. Ja, hij is al meer dan een maand bezig. Het is al maart ondertussen. Maar de bomen laten hem niet heel. Dat zou toch geweldig zijn dat je zo'n soort SimCity hebt. En dan zo gelijk. Oké, dit is een dan, wordt gezegd, dan gaat er een gigantische aardbeving en je moet zien dat je je stad klaarmaakt. Ik vind dit maar echt saai, het wel, hè. Ja. Wat dan liever een tsunami? En liever een ander spel. Ja mensen, dit was Super Soccer / SimCity. De grootste verrassing van alles eigenlijk. Ja, ja. 2 redelijk saaie spellen voor de prijs van 1. Nee, SimCity op zich is een leuk spel, maar de scenario... Blah. Ik vind... Als de kijkt wat dat SimCity tegenwoordig is... Dat is al een paar maanden, want... Is toch al veel meer dan dit. Oh, je hebt wel veel geld gekost. Veel levens? Ja, 111.000 en je is dan 104. Mm-hmm.
Ja, oké.